Hoe relaxed de samenleving is. En ik heb ervaren de afgelopen 10 jaar, met name in Nederland, hoe gespannen die relaties tussen de verschillende culturen zijn, steeds gespannener geworden de laatste 10 jaar. Dus, ja, omdat er een groep Nederlanders was die het idee hadden van dit is dadelijk ons land niet meer. Wij worden overspoeld met donkere, dat valt dan vooral op. Hè. Als je toevallig ook blank bent en Italiaan bent, dan hebben ze niet door. Dus dan wordt er geen commentaar geleverd. Als je daar mensen een ander huidskleurtje hebt, zie je dat natuurlijk ook voor me komen. Ja, er zijn mensen die hebben belangrijk om dat aan te dikken, omdat het gesproken kan. En er is de afgelopen 10 jaar erg veel gebeurd in Nederland. En dat is heel jammer. Want ja, er zijn zelfs mensen die vermoord. Alleen maar wat dat in de afgelopen jaren ook, dat ze niet meteen snapte wat iemand zei. Heel triest. Tegenover staat het vorig jaar. 26.000 mensen uit het buitenland afkomstig zijn in 1 keer. Politiek asiel hebben gekregen in Nederland. Dus in die zin is er ook veel hersteld, opgeknapt van relaties die al jarenlang, mensen waren al 10, 15 jaar in Nederland, nog steeds illegaal. En dat is vorig jaar in 1 klap, zeg maar. We zeggen ook heel veel mensen gaan politiek asiel geven. En in Arnhem bijvoorbeeld zijn er 417 mensen die vorig jaar in 1 keer. De Nederlanders verblijfstatus. Dat zorgt ervoor dat die mensen zich ook kunnen verbinden met de samenleving, want daarvoor waren ze illegale Nederlanders. En dan gaat dat allemaal ondergronds en dan doet dat toch angstgevoelens op. Snap je? Dus de laatste tijd zijn er wel weer wat goede ontwikkelingen die maken dat mensen niet meer zo bang hoeven te zijn. Maar zorgt dat wel voor acceptatie? Sta je niet zo? Zorgt dat wel voor acceptatie? Dat zorgt ook voor acceptatie, ja. En ook land in zicht. En dit soort dingen zorgt voor acceptatie. Dat vinden wij van de gemeente uit. Dat vinden we heel erg belangrijk. Want ik zeg zelf altijd maar zo, als mensen elkaar niet kennen, leven ze met de rug naar elkaar toe. En als mensen elkaar kennen, dan steken ze ook de handen uit. Want als je je buurvrouw kent, maakt niet uit wat voor kleur ze heeft, of wat voor godsdienst, of wat voor afkomst, dan help je je buurvrouw. Maar als dat anonieme mensen zijn, dan zijn het vreemde mensen. En dan leef je met de rug daarop. Dus het elkaar leren kennen is zo ontzettend belangrijk. Ah, jij bent van? De West. सजना से काहे आए लाज सजनी झूले पे अंग मोहे आज सजनी Oh,
Afrikaans te zingen, toch? Ja, maar mijn stem is keihees. Hoe dan? Ja, 4 dagen heb ik al. Hoe dat dan? Dat weet ik niet. College. Wat ga je doen? Finally, Kevin. Mag ik een hartelijk applaus voor ze? Ja, blijf Suriname. Ja. Gewoon zelf voor die camera. Hij moet hier nou, hoor. Hé, maar wat vinden jullie van die jongen? Suriname, jongen. Ja, gezellig. Ze kunnen het heel goed allemaal. Heb je nog een... Was het leuk hier? Ja. Alleen nu wil ik wel een huis. Ik mis mijn ouders. Oh nee, ik kan nog gewoon een beetje hier blijven. Hallo, ik heb kei last van mijn stem, maar ik wil terug proberen. Spreid je vleugels open en vlieg. Je bent de ster daarboven, die schijnen licht op ons.